Yo, what up? Het is je boy Demo. We zijn bij de auditieronde van Punch Out Barrels. En ik sta op dit moment met auditant Jera NK. En mijn eerste vraag is, waar staat de NK voor? Voor mijn tweede en mijn achternaam, man. En wat is dat dan? Nathaniel Augustus, man. Okay. Jera NK. Je hebt je ingeschreven voor de auditieronde. Waarom denk jij van, ik moet daar bij zijn? Ik heb bars. Ik ben niet altijd goed of zo. Ik wil niet zeggen dat ik hier een of andere nieuwe sensei-foe ben. Maar ik denk dat ik wel... De nieuwe sensei-foe ben. Ja, misschien. Bij de laatste 16 kan komen. En ik kan het leuks brengen. Heb je een beetje al gekeken naar de vorige battles, de New Gen? Ja, de New Gen. Nee, eigenlijk niet, man. Nee. Wie zijn jouw battelaars waar je van denkt van, ja man, dat wil ik ook? Nu, Noozy. Noozy is echt hard. Hij komt met dezelfde... Kom ook weer spijken. Wie nu hard is. Ik vind het jammer dat Q is gestopt, man. QC moest echt niet stoppen, man. Maar ja, ik snap QC's ideeën erover wel. Zo'n hustle. Ja, okay. QC. En wie altijd al hard was Fo, man. Ik ga altijd een stuk om Fo. Fo was zo klein en hij klonk gewoon als een meisje, maar hij was hard. Dat is het, hij was hard. Okay. En hoe kunnen we jou dan omschrijven, Jer en K? Wat voor soort battle jou word jij? Soms persoonlijk, soms valt toe, soms een domme lijn tussendoor, maar ik breng het. Okay. Je moet vandaag dan tegen Remst dadelijk. Wat kunnen we verwachten van die battle? Die battle wordt vuur, man. Ik weet van hem, ik ken hem persoonlijk. Hij is hard. Heb je wat personal lines gegooid? Ik weet niet, hij is een mattie, toch? Ik heb een beetje personal teruggehouden. Yeah, maar hij is een mattie, dus ja, dan moet je dat doen. Dan kan je niet te veel personal komen. Soms moet je over de rug van je mattie gewoon... Kijk, je kan ook te lief doen en dan niet in de lief komen omdat je te lief bent. Ik ben niet lief geweest, maar eerder. Ik ben geen sensei, weet je wel. Je bent gematigd. Ik ben real, dat is het. Ik ben real. en denk je dat je ook echt de winst gaat pakken dadelijk? Want jij kent hem dan, dus dan weet je ook hoe goed hij is ongeveer. Ik denk, hij is hard. Ik denk dat de winst, dat gaat echt... Dat gaat close liggen, denk ik. Maar ik denk wel dat we allebei doorgaan. Dat wel. Ik denk dat we allebei doorgaan. Dat is. Nou, je hoort het. Jera NK zegt hij komt sowieso in de league. Ik wens jou heel veel geluk dadelijk, broer. En misschien tot ziens bij een event, man. Let's go. Ik sta met Remst. Jij heb je ingeschreven voor de auditie. Waarom dacht jij van ik wil bij Punch Out Battles? Ja, ik vond het niveau gewoon te laag, man. Dus ik dacht... Je weet toch, ik ben niet de beste, maar ik ga wel een goede aanwinst brengen aan de league. Dus ik denk, ik moet even de level verhogen. Reset de levels. Ja man, een beetje resetten. Okay. Je weet wel dat het wel echt een... Je weet toch, dit is de eerste filmpje die je maakt bij Punch Out. En je zet de lat voor jezelf al gelijk hoog. Ja man, ja. Ik weet het, maar we gaan het zien zo meteen in die auditie, toch? Okay. Je moet dadelijk tegen de tegenstander Jera NK. Wat verwacht je daarvan? Ja, ik verwacht niet de persoonlijke bars. Want weet toch, Ik heb gehoord dat jullie elkaar kennen. Of zo, een beetje of zo. Ja man, van vroeger we chillden gewoon weer toch, dezelfde matties. Maar verwacht je dan niet dan juist persoonlijke bars? Ja, in eerste instantie wel, maar we hebben afgesproken niet te persoonlijk. Wel een paar persoonlijke dingetjes, maar niet te persoonlijk. Ja. En ik blijf real, weet toch, we gaan geen sensie dingen. Je gaat niet stiekem nu ineens wel gewoon. Nee. En ik weet dat jouw ex-vriendin... Nee, er zitten natuurlijk wel in mijn verse ook gewoon een paar persoonlijke bars, maar niet te veel. Je weet toch, gewoon een paar dingetjes. Jij zegt dan, je wil de Punch-Out Battles, de league, de level verhogen. Wat ga jij brengen in de league wat er volgens jou nu nog niet is? Ja, nou sowieso zijn er wel dingen. En zeg maar, wat ik doe, dat wordt ook al gedaan. Alleen, ik vind dat het level gewoon een beetje laag is. Okay. Dus je kan voor mij gewoon heel veel wordplay verwachten. Flowtjes, schema's. Dus ja man. Okay. Er zijn natuurlijk heel veel mensen nu die Remst voor het eerst zien. Voor al die mensen, hoe zou jij jezelf in een paar korte zinnen beschrijven? Ja, dedicated man. Okay. Gewoon één woord, dedicated, that's dedicated. It. Dedicated. Je bent nu dedicated voor een plek in de Punch Out Battle League. Ja man, kijk, we hebben anderhalve minuut om te spitten en ik heb hier 250 bars geschreven in totaal man. Ja man. Okay. Het gaat helemaal goed komen dus met deze guy. Remst, ik wens jou heel veel succes dadelijk en ik hoop dat het niet te persoonlijk wordt man. Haha, back.